Hey allemaal, welkom bij een nieuwe weekvlog. Ik zit hier met Nicole. Nicole had net een afspraak, dus ik ging even met haar mee. En nu gaan we... ik zit hier in mijn sportkleding, ik heb niet gedoucht. Ik ben in een kwartier de deur uitgegaan. Ik ga hier naar lekker sporten. Maar we zitten nu weer bij Barista Café en het is zo lekker weer. Lekker buiten. Ja. Oh, duckies. Ik weet niet of we hier geholpen worden hoor, bij ze. Oh, ik kom naar me toe. Ik heb geen eten. Oh. Dat is ook niet goed voor ze. Brood. Nee, brood mag niet. Wat dan wel? Vogelzaad. Zullen we even bij de Hoogvliet? Ga je naar de Hoogvliet? Nee. Oh. Nee. Om zo vogelzaad te halen. Deze wil ik al heel lang een keer bestellen. Ik had dit ook in de zaak, maar nooit gemaakt. Ja, Blue Butterfly Latte. Ja. Dat is een soort van heel gezond poeder. Nee. Het ziet er zo zakelijk uit. Ja, je hebt een zakelijke meeting en ik ben sport. Marie Spice. Oh, dit koekje. Cheers. Cheers. Oh. Die koekjes zijn echt lekker. Heel mijn, hè? Oh, ik heb wat kokosmelk trouwens. Oh. Maar daarom ruikt het kokos. Oh, dat is wel lekker. Kokosmelk met iets, ik weet niet wat. Cute, je neemt precies uit hetzelfde gaatje als waar ik uit had gedronken. Oh, het smaakt naar iets Indonesisch. Ja, maar ik ben niet zo benieuwd hoe die zonder kokos smaakt. Nu proef je chendol, ken je dat? Ik had klachten. Chai. Chendol. Mmm. Ik vind het zo gezellig, zo'n vlog openen op deze manier. Je ziet dat ik moe ben, maar wel blij, omdat ik met Nicole ben. Ik was dit even oude DM's te bekijken. Ja, goed beeld. Toen ik Nicole mij ging DM'en op Instagram, toen ik haar nog niet kende. Toen negeerde ik Nicole. Ze dacht weer zo'n volger die stalkt. Nou, ik lees alles, maar soms open ik het niet. Dan denk ik, dan moet ik heel veel gaan antwoorden, daar heb ik dan geen zin in. En daarna gingen we toch over je werk praten of zo? Naar die mensen waar jij werkt, hè? Is dat niet erg? Niet. Zo lief dat je meedenkt. Oma betaalt. Dus duur is niet zo erg, denk ik. Ja, dat is wel waar. Oh, hier ging ik wel aardig doen. Ja. Toen dacht ik, zo kan het. Mama zegt nu is het te duur. Dan wordt het toch oude meuk. Doe eens verder. Wow, zo lang gesprek. Oh hier. Oh ja. Toen ging ik toch verhuizen naar Zoetermeer? Oh, nog niet. Dus mocht je ooit naar Zoetermeer verhuizen? Ja. Nee, toen mis je het wel al, maar dat zei je hier nog niet. Oh. Want dit was in 2020. Ja, ik wist het volgens mij in januari of zo. Ik zie een aubergine. Ik zie het scherm niet zo goed. Smerig scherm, zo? Ja. Nee. Ik snap wel dat jullie deze tijd... Ging ik niet meer negeren. Dus. Kijk dan, ja dus. Nee, dat is zo van ja dus. Oh. Met als Jim. Nou, nu vind ik het saai worden. We zaten net op de fiets en toen zag ik mijn sportschool, dus ik was ziek blij. Dus ik zo, met Jim, met Jim. En toen kwamen er net twee van die klusjesmannen uit de auto en die vonden dat super grappig. Ik heb nog nooit iemand zo enthousiast over de sportschool praten. Ik word er niet vrolijk van. Maar jij durf ik wel lekker te vloggen, dat is wel leuk. Ik heb een salade met allemaal rauwkost en dan heb ik extra gepocheerd eitje en avocado. Hij ziet er anders uit dan normaal. Ik heb bleek. Ziet er anders uit. Ja, bleek. Deze heeft een karpatje. Ik zou hem dus echt zo zetten, denk ik. Nee. Ja, hoe moet ik dat snijden? Nee, dat is waar. Ja. Nee, normaal zit ik daar, dus dan heb ik een ander aanzicht. Daarom ben ik in de war. Met eten. Dat mag. Dit is een mukbang. Ik vind het echt heerlijk dat jij dit gewoon oké vindt. Nee. Je ziet alleen... Hey. Hey, hoi. Je ziet alleen... Hey, sorry. Dat. Oh ja, jij kijkt daar ook. Ja. Dat is jouw neef. Nee, ik heb dit van mijn nicht. Ik heb nog een alleen maar met tas. Oh. Moet je nu met al dat sap doen? Je moet geen sap zeggen, dat klinkt vies. Juice. De obsessie is real. Ik heb dit. Wat heb jij? Ik heb een labeltje. Without mint. Dat die ik laatst in mijn mukbang heb geproefd, maar dan had ik nog popping erbij. Mm. 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 Oh,
Ik wil dus al heel lang iets van machine of schoenen. En nu hebben ze dus sandalen die ik was. Maar ze zijn 60 euro voor. Dit is gewoon Vibra 5 euro. Eigenlijk. Ik kon ze gewoon passen. Opzoeken of het wel. Nou, die, degene die je hebt, die zijn inderdaad nummer 10. Dat vind ik het wel waard. Dat is gewoon 50 euro korting. Ja. En jij wilt dit? Ja, ik vind het wel heel leuk. Ze stonden leuk. Zal ik dit even over mijn sportbroek aantrekken? Ja, zal ik het vragen? Ja. Ze gaat nu even kijken of het past. Ze gaat nu de broek uittrekken. Ik denk dat ik het ga stelen. Nou, dit staat echt perfect. Dit zit toch niet? Hey, geeft toch geen. Ja, hij gaat helemaal knellen aan de zijkant. Nee, maar dit gaat de hele dubbel. Ja, dat bedoel ik. Niet knellen, maar dubbel. Zo helemaal draaien. Ja, dat heerlijk. Is toch lekker, joh. Lekker erbij. Huppakee. Is erbuit. Schuimers, zullen die ook even kijken? Jeetje, wat lelijk. Ja, het is toch grappig? Oh. Ja. Dan neem je het mee voor je onderweg als je een keer met de auto ergens heen gaat. Is het beter dan zo'n handstapeltje? Ja, maar hoe ga je het dan meenemen in de auto? Dit is toch, je pleurt alles erin. Je drukt op je knoppie. En dan gaat hij ook je koffie opschuimen. En dan schuimt hij je koffie op. Maar dan moet je melk schuimen. Maar, als je zo'n matcha neemt, dan hoef je ook niet meer te... Ja, maar ik heb al zo'n staafje met zo'n ding. Van 2 euro van de acetyl. Acetyl. Moet ik het kopen? Nee. Willen jullie een reactie achterlaten of jullie dit zouden kopen? Ja of nee? Waarschijnlijk gaat ze het kopen, want ze shoppen wel lekker. Het ziet er vies uit dat het samengeblend is. Ja, ik geloof er niet in. Doe maar niet. Google. Google? Ja, Google jij het. Okay. Ik vind hem zo lelijk vooral. Dat vind ik jammer eraan. Online is hij goedkoper. Nee, ik hoef deze niet. Ik hou het hierbij. Oh my god. Zo, het was heel gezellig. Ik ben zo blij met mijn vriendschap met Nicole. Oh, hallo. Ik ben in de gym. Ja, mijn verwijs. Ik heb zulke leuke spullen gekocht. Gewoon geen troep. Echt prachtige items. Ik zal het thuis nog even laten zien. Ik had al wat gefilmd. En nu lekker sporten. Ik heb een proteïne shakeje bij me voor als het nodig is. Deze jas moet ik echt niet meer dragen. Het is... Je voelt je gewoon alsof je een hele tent bij je hebt. Het is echt... Ik heb nog deze mooie pot bij Flying Tiger gekocht voor 4 euro. Dat is alles wat ik daar heb gekocht. Ik had laatst een pot bij de Action voor de nootjes, weet je wel. En ik wil er heel graag nog een. En deze heeft ook nog eens een gouden deksel. Super mooi. En ik heb dus dat witte spijkerjasje gekocht van Levi's. En dat pak van Freebird Icons. Zo prachtig. En bij de TK Maxx heb ik Moschino schoenen gekocht. Echt hele gare schoenen, maar ze zijn daardoor juist heel vet of zo. Helemaal verliefd. Vond heel leuk. En een string van Donna Karan New York. Dus allemaal merkjes. En nog gewoon een simpel grijs shirt van een hele mooie stof. Het was allemaal 60% korting. Omdat ik helemaal geen topjes heb met lange mouwen. Dus super blij mee. En het was zo gezellig. Ik ben zo blij met mijn vriendschap met Nicole. Zij is echt een hele leuke, goede vriendin. Ik kan op zich van sociale dingen best wel snel overprikkeld raken. En Nicole heb ik dat helemaal niet. Dus de tweede keer hadden we afgesproken. Maar het klikt gewoon onwijs goed. Ik weet niet of ik het vorige keer verteld heb. Maar ik ken Nicole dus doordat ze mij vroeg op YouTube en dus bij 35 kwam. Dus dat is zo grappig. En ik ga niet snel nieuwe vriendschappen aan. Ik ben best wel terughoudend. Wat ik ook laatst zei als mensen vragen om af te spreken. Dat is niet, ja, dan doe ik dat dus niet. Maar met Nicole was het gewoon anders. Sowieso weet ik zeker dat ik zoveel leuke mensen heb die, met wie ik bevriend zou kunnen zijn. Die mij volgen op YouTube. Maar ik sta daar gewoon niet heel erg voor open. Omdat ik gewoon niet per se op zoek ben naar nieuwe vriendschappen. Maar met Nicole moest het gewoon zo zijn. Hoe dat is gelopen. Echt heel leuk. Zij kan ook heel snel moe worden van dingen. En van elkaar worden we eigenlijk niet echt moe. Gewoon voldaan. Dus daar ben ik heel blij mee. Ik heb er geen water bij me. En ik wil niet dat mijn spullen gestolen worden. Nou, even mindset naar sporten lekker. En dan helemaal een voldaan dagje. Ik heb mijn vest uitgetrokken. 10 minuten steps. Deze is helemaal dood. En nu beginnen met de kracht. Yo, ik heb zo lekker getraind. Niet normaal. De combi met cardio en kracht is echt fantastisch. Ik heb nu heel goed 2 documentjes dus gemaakt.
Ik dacht, ik ga alleen maar benen, billen doen. Dus ik heb... ook even een los documentje gemaakt, dit. Helemaal kapot ging ik. Super goed. En dan doe ik dus woensdag armen, rug, buik, taille. Dus ik doe echt even nu upper body en dat. Maar dan heb ik dus, doordat ik maar 3 dagen train, wel alleen maar 1 keer in de week upper body. En dan volgende week maar 1 keer in de week under. Dat doe ik dus om en om. Nou ja. Ik heb dus een oefening toegevoegd, weer de leg press. Die deed ik vroeger ook altijd, maar ik kreeg heel veel rugklachten. Ik doe dus ook die oefening waarbij je zo naar achter moet gaan voor je billen. En ik kreeg altijd heel veel rugpijn. En vandaag was de eerste dag dat ik geen rugpijn kreeg. Dus hopelijk betekent dat dat mijn rug sterker wordt. En dat ik dan daarna over een tijdje ook naar die losse apparaten kan. Omdat ik dan dus weet hoe het moet. Sowieso voel ik dat ik veel gecontroleerder die apparaten doe dan eerst. Dus dat is super fijn. En ik heb dus geweldige aankopen. Maar alleen maar geweldige dingen. Dus trouwens vandaag ontbeten weer met een koffietje. En toen met Nicole heb ik dus zo'n butterfly, soort van matcha-achtig drankje. Dat is super lekker met kokosmelk. En een hele gezonde salade. En toen een bubble tea gehaald. En een proteïneshake gedronken. Dus ik heb vooral veel drinken op vandaag. En nu ga ik lekker een snickerdadel nemen. Want ik doe dus zo min mogelijk calorieën. Maar dit neem ik wel lekker. Eentje. Het is heerlijk voor na het sporten. Dan heb ik ook wel verdiend. En ik ga mijn lactosevrije melk nog een matcha laten maken zonder suiker. En er is net een AliExpress pakketje bezorgd. Dus die ga ik dan even aan jullie laten zien. Dit is wel fantastisch. Als je kan beheersen. Ik heb er chili op gedaan dit keer. En zout. Als je kan beheersen, je houdt het gewoon bij 1 keer per dag voor het sporten, na het sporten, dan is het echt top. En ik stik erin. Maar ik voel me heel goed. En in het weekend heb ik alles een beetje losgelaten. Niet gesport natuurlijk, volgens planning, maar ook wat anders gegeten. En later naar bed en zo. En toen ik wakker werd, dacht ik echt wow. Spijt van, meer als in het besef van wow. Als ik dus niet sport, minder vroeg naar bed ga en minder goed eet, voel ik me zoveel minder fit. Dat ik meteen dacht, ik heb zoveel zin om deze week weer lekker tegenaan te gaan. Dus ik merk ook, gedurende de dag voelde ik me eigenlijk meteen alweer lekker. Omdat ik gewoon weer dacht, ik ga deze week het weer goed doen, weet je. Dus helemaal niet zo'n gevoel van, oh, het weekend. Maar meer van, oh, ik heb juist weer de motivatie om deze week weer lekker goed te doen. En het was zo leuk met Nicole. Ik ben zo blij met haar als vriendin. Want met haar, we levelen gewoon heel goed. Gewoon, ja, het is gewoon heel perfect en gezellig. Dus echt een toevoeging. Heel blij mee, allebei. Natuurlijk ook super chill dat het in Zoetermeer is. Lekker makkelijk. Ik ging dus met haar mee naar het ziekenhuis, ik mag het zeggen. Ik kamp met wat vermoeidheid. Dat is ze aan het onderzoeken, dus ik ging met haar mee. En dat is gewoon ook heel leuk als je in Zoetermeer woont. Ja, super makkelijk. Ik fiets zo naar het ziekenhuis. Ik ga lekker mijn, niet de premium, mijn beginners matcha doen. Je kunt het dus met zo'n ding doen. Ik heb zo'n speciale toon bij de Hollandse Bert of zo gekocht. Dat ga ik doen. Ik weet helemaal niet precies hoeveel schepjes. Daar doe ik dan heet water bij. Dat komt uit ons koffieapparaat, dus dat is super chill. Klein beetje. En dan, als je het opzet op YouTube, krijg je echt van die satisfying video's waarbij mensen echt helemaal, waarom moet dat meer water bij? Helemaal zo op een bepaalde manier roeren en dan gaat het helemaal een soort van foamy worden. Maar volgens mij hoeft dat niet per se. Maar volgens mij kan het ook prima in een blender of met zo'n dingetje. Typisch dat ik het ook in zo'n Japans kommetje heb. Klein beetje water. Als je het een beetje lekker vindt, maar niet geweldig, kan het ook dat je het wel heel lekker gaat vinden als je er een beetje vanille siroop bij doet. Maar voor mij hoeft dat niet. Even kijken of je hier... De batterij is dus leeg, dus ik moet hem steeds tussendoor opladen. Dat is echt balen. Ik heb het eigenlijk nooit zo op deze manier gemaakt. Maar volgens mij doet Monica het altijd zo. Gewoon ijs, melk, niet te veel. En dan... Misschien is hij wel heel sterk hoor. Oh my god, dit is zo satisfying om te zien. Ik ga nog een beetje melk in het restje doen, want ik wil echt niks verspillen. Nu moet ik dus wachten, omdat mijn camera weer een beetje opgeladen is, voordat ik die Ali kan filmen. Ik heb dus nu de beginners matcha en die kost zonder korting 26 euro. En de premium kost 36 euro. Ik weet niet precies wat het verschil is eigenlijk. Nou, ik heb het wel op de achterkant gelezen. De ene is volgens mij bitterder. Ik hoop dat ik nu genoeg smaak hier aan heb. Ik had laatst hele leuke rietjes gekocht van kunststof. Ze buigen wel als je in de vaatwasser doet. Oké, even proeven of het nu... Ik heb het volgens mij nog nooit met koemelk gemaakt. Ja, die Lidl shake dan. Hij mag eigenlijk net iets sterker. Voor mij. Maar. Ik laat het nou. Ja, terwijl de camera op laat, ga ik er nog een klein beetje bij doen. Ik hou al van sterk, maar... Je moet het eigenlijk ook voor gezond nemen. En als je dan 1 keer heel veel neemt, dan is het natuurlijk zo duur in verhouding. Maar ja, wel lekker.
Hi, het is al 2 uur geweest. Ik zit nog steeds in mijn badjas. Maar dat komt dus omdat de hulp... we dachten dat ze om 9 uur kwam. Maar ze was er ineens om 8:30. Dus ik was nog een beetje wat spulletjes aan het opruimen. Zodat ze beter kon schoonmaken. En toen wilde ik net gaan opfrissen en aankleden. En toen stond ze al voor de deur. En ik ben zo lekker bezig in huis. Dus ik ga me zo even aankleden. Ik neem trouwens bijna geen maaltijdshakes meer. Ik heb hem nog wel. Ik staat daar, maar ja, op dit moment gebruik ik het bijna niet. Ik heb mijn proteïnepoeder aardbei in deze mooie pot gedaan. Ik wil eigenlijk nog zo'n pot. Ik zag dat ze hem online niet hadden. En ik heb proteïne banaan besteld. Omdat... Waarom eigenlijk? Oh ja, ze hadden nu een actie dat je dit erbij kreeg. Vond ik wel leuk. Zo'n powder stack. Super handig dus. En ik dacht, dan heb ik 2 smaakjes. Ik heb hem verkeerd opengeknipt, zie ik. Te ver, maar ik wou het in deze pot doen. Vond ik super leuk. 2 van die potten met proteïne. Helemaal pretty. En ik ben alleen maar een beetje aan het opruimen in mijn kantoor. En aan het editen. Want ik heb, oeps, verspilling. Natuurlijk 2 vlogs van vorige week. Dus dat is dubbel zoveel werk. Ik ben nu bijna klaar met die vlog. En, oh, het schepje zit nu helemaal onderin. That's not so smart. Ik heb lekker een matcha latte gemaakt weer. En ik had een broodje. Ik wou het filmen, maar mijn geheugenkaart zat in mijn laptop. Ik had weer 2 koolhydraatarme boterhammen met kipfilet, avocado, die balsamico normale met truffel. Ik vind dat toch wel echt veel lekker. En ik heb de calorieën weer niet ingevoerd. Maar ik ben wel gewoon een beetje bewust van in mijn hoofd wat ik eet. Dat werkt voor mij nu prima. Beter dan die extreme calorie invoer shizzle. Dit gaat dus niet in 1 pot passen. Had ik kunnen weten. Maar oké, ziet er wel mooi uit. Ga ik gewoon eerst vanuit die zak werken. Dit is zo zacht. Oh, oké, ja. Niet heel handig. Er zaten nootjes in die pot, maar die waren bijna op. Dus ik heb hem heel goed omgespoeld en heel goed droog gemaakt. Want als hier water komt, is je proteïnepoeder vervest. En zo, ja. Cute. Dit is een beetje verspilling. Hij kan nog net dicht, gelukkig. Moet ik eerst dit opmaken. Maar het staat zoveel lelijker op die plankjes van die lelijke zakken. Toen dacht ik hoe cute is het om in potten te doen. Ik heb ooit, toen ik nog alleen woonde, deed ik alles op een gegeven moment. Nee, met Ruben in potten hadden we echt die wekpot van Ikea, alles erin. Maar dat was helemaal geen succes. Ik vind ze niet per se heel mooi met z'n tweeën eigenlijk. Maar oké. Het is wel cuter, toch? Leuker. En dan eerst deze zak opmaken. Maar kijk, dit vind ik gewoon veel minder mooi staan hier. Ik ben nu best wel weinig hier staan, dus ik doe nu deze pot hier. Zonde van de verspilling. Maar ja, ook zo'n bar vond ik wel leuk een keer om te proberen. Anyhow, ik heb trouwens tegenwoordig nooit mijn haar los volgens mij. Ik heb niet heel lang geslapen vandaag. Maar dit is niet de reden waarom ik mijn camera pakte. Nee, er wordt een pakketje bezorgd waarvan ik niet had verwacht dat die bezorgd werd. Want ik zei toch dat er laatst een pakketje onderweg was van mijn opleiding. Oeh, ik zet mijn camera nu op een glas water. Ik ben echt obsessief met knotjes. Dan zit je tenminste niet steeds aan je haar. Nou, die kon ik nog helemaal niet tracken. Ik heb vanochtend nog gekeken en toevallig vanochtend nog ingelogd om te kijken of ik al wat kon zien van mijn opleiding. Maar niet. Maar kijk! Sivas! Dus mijn studiemateriaal is er. Oh my god, ik heb geen idee wat voor studiemateriaal ik dus krijg. Ik vind het zo leuk. Ik vind het vooral, ik ben echt trots op mezelf of zo dat ik het weer leuk vind om te studeren. Want ik had afgezworen dat ik ooit van mijn leven nog zou studeren. Want studeren is gewoon echt haat, hè. Dat is mijn brief. Voordat je van start gaat, raad ik je aan het voorblad bij de opleiding goed door te lezen. Hierop staat alle informatie voor een soepel verloop. Maar ik weet echt niet of ik nou boeken krijg of... Ik vind het zo cool. Vooral dat ik hier niet voor hoef te betalen. Pabo was ziek duur. Dit is een map. Daar staat kindercoach. Is dit mijn boek? Oké, ik ga niet nu alles bekijken. Ik ga het maar even aan jullie snel laten zien wat erin zit. Dan moet ik ook even gaan douchen. Kindercoach map 2. Ik ben ook zo benieuwd hoe... Ik ben helemaal rood. Hoe snel ik deze opleiding ga kunnen afronden. Ik heb het idee dat ik het misschien wel sneller kan dan gemiddeld. En kindercoach map 3. Oké, dit ga ik heel mooi in mijn kantoor bewaren. Betekent dat alle lesstof die ik moet lezen... Voor een opleiding van 1 jaar, wel 5 uur per week. Dus wat ik zeg, ik kan het misschien wel sneller doen. Maar dat alle lesstof in deze 3 boeken zit. Als je kijkt wat ik voor de PABO allemaal heb moeten lezen. Wat ik nooit las. Ik ben gewoon geen lezer. Ik ben echt een praktijkpersoon. Ik ben echt... Ik heb zeker HBO-intelligentie, 100%. Maar lezen van boeken is nooit mijn ding geweest. Oké, superleuk. Ga ik helemaal mooi in mijn kantoor. Ik heb ook zoveel zin om weer verder te gaan met mijn kantoor. Er zitten echt te weinig uren in een dag. Want ik sta tegenwoordig hartstikke op tijd op. Ik wil zoveel doen.
En ik ben eigenlijk ook zo blij dat ik nu geen baan heb, want ik kom nu zo heerlijk toe aan alle dingen die ik moet doen. Kijk, eerst was het heel veel winkelen en even tijd voor mezelf, tv kijken en nu merk ik dat ik echt een ritme heb, weet je. Lekker sporten, lekker opruimen, editen. Ik ben helemaal... Het enige wat ik nog wil is video's filmen, los van vlogs. Dat zou ik ook nog wel even willen bereiken, dat ik dat ga doen. Oké, heel even kijken hoor. Wat mappen zijn, wat apart dit. Echt zo'n... Nou, dat is zo anders. Ik heb al mijn papenboeken trouwens nog. Dus misschien komen die ook nog van pas. Dat vind ik nu wel ineens leuk. Ik vind gewoon, als je voor een tentamen zeg maar 6 boeken moet lezen van 500 pagina's en zulke letters, dan raak ik al gedemotiveerd. Maar dat is ook best veel tekst hoor. Ik vind het... Waarom zouden ze hebben gekozen voor een map? Omdat je dan blaadjes eruit kan halen? Of wat zou de reden zijn? Oké, even lezen. Dit ga ik wel nu even doen. Ik wil altijd niet te lange fragmenten van één stuk. Maar oké, daar ben ik niet zo goed in. Waarom heb ik het zo heet? Want misschien moet ik het even... Gewoon filmen voor jullie in plaats van alles voorlezen, toch? Anders duurt het veel te lang voor de vlog. Dan kunnen jullie gewoon even meelezen, dat is beter, hè? Of laat even weten trouwens, want ik denk dus dat dit chiller is. Dit is mijn inhoudsopgave van map 1. Besef dat ik geen idee heb wat ik precies ga doen in mijn opleiding. En dat ik dat dus nu pas in deze map ga zien. Want ik heb letterlijk geen idee. Ik kan nog helemaal niks inzien. Dus dit is het eerste wat ik zie. Hey Vygotsky. Ik denk dat ik dingen ook wel herken van de pabo. Maar ik ben heel veel vergeten. En ik heb heel veel niet opgeslagen. John Bogley. Oh, ik zie wel echt dingen die ik... Ja, ik was nooit... Ik was altijd een beetje... Noem je dat? Baldadig of zo? Bij alle Piaget en blabla. Tuurlijk, ik heb het allemaal geleerd. Maar ik dacht altijd van, ik geloof een beetje in mijn eigen visie en samenstelling van wat van iedereen wel iets. En ik was het nooit echt eens met één ontwikkelaar. Ik ben nu ook veel ouder, dus misschien kijk ik er wel heel anders naar. Ja, dit. Oh my god. Wat grappig, wat veel. Maar het lijkt er dus dan op dat het dus heel veel onderwerpen zijn. Maar dat ze per onderwerp er niet extreem lang op ingaan. En daar ben ik denk ik wel fan van. Alsof het al een soort samenvatting is. Dat ze misschien al de belangrijkste dingen eruit hebben gehaald. In plaats van dat je 30.000 bladzijden moet lezen. En dat je daarvan eigenlijk maar 10 bladzijden echt moet onthouden. Dat vind ik altijd zo irritant aan studeren. Vertel me gewoon wat echt belangrijk is. Aan de andere kant, als je er eenmaal helemaal lekker in zit. Dan heb ik wel altijd ook weer zin om dieper te graven. En meer erover te weten te komen. Maar dat kwam dan weer nooit in je tentamen. Dus wat ik dan echt leuk vond, vroegen ze weer niet bij je tentamen en zo. Oh my god, zieke inhoudsopgave. Ik heb het idee dat het wel fijn geschreven is. Nou, ik laat het nu eventjes bezinken. Niet alles in één keer. En nou ja, jullie gaan alles natuurlijk helemaal van me horen. Dus dat was wel leuk, want toen met 35 natuurlijk ging alles over 35. En was dat gewoon mijn leven en kon ik niks anders meer doen dan dat. Maar dit is natuurlijk een studie voor erbij. Dus voor de vlog is dat denk ik ook wel leuk. Het wordt gewoon een onderdeel van mijn week. Een onderdeel van mijn leven, van mijn weekvlogs. Daardoor ook als je het niet interessant vindt, kun je gewoon lekker mijn vlogs blijven kijken. Want het wordt geen overkill of zo. Het was denk ik wel top. En ik moet even heel even gaan chillen. Want ik ben dus helemaal heet en druk. Ik ga even lekker douchen. Ik ga niet meer met jou hier zitten werken. Want ik ga even douchen, oké? Okay? Ja. Niet op... Dat mag niet. Boezie. Daaraf. Goed zo. Good morning. Ik heb 9,5 uur geslapen. Het is nu 9 uur. Maar ik moet gewoon echt vroeg naar bed. Ha en ik zijn allebei sinds gisteren ineens niet zo fit en we weten niet waarom. Ik was toch echt helemaal juist weer fit en zo. Het zou zomaar door die aubergine zo kunnen komen. Echt buikpijn. Even meteen alles weer een plekje geven. Dus ik vind het zo chill dat we onze dekens nu niet meer hoeven op te vouwen. En gewoon lekker hier deze teddypoef kunnen gooien. Dat is heerlijk, want je wil een deken gebruik je gewoon elke dag. Dus je wil hem gewoon elke dag even lekker makkelijk kunnen pakken. In Muiden had ik ook zo'n tafel met zo'n bak, weet je wel. Dat is gewoon... chiller. Waarom zou je ze elke dag mooi opvouwen als je ze elke dag weer gebruikt? Net als je bed helemaal mooi opmaken. Dat vind ik ook echt onzin. Trouwens nog een poefje gekocht. Ik wilde eigenlijk nog zo'n teddy. Maar toen ik bij de Dirk was, was ik vergeten te laten zien vorige week. Had ik daar ook nog een poef gekocht. Het liefst heb ik geen grijs, maar het is chill zodat ik hier dan mijn laptop en zo kan opbergen. En het niet altijd hier staat. Goedemorgen, kitten. Hi. Good morning. Good morning. Good morning. We weten alleen echt nog niet waar we dit ding kwijt moeten, want ze ligt er eigenlijk nooit in. Misschien moet hij toch ook gewoon naar beneden. Ik had net zo de laatste drie kwartier van mijn slaap vet veel gedroomd. Die somme dromen. Dat je dan nog overdag nog denkt dat het waar is. Dat is zo irritant. Maar oké.
Ik heb in ieder geval gisteravond, ik ging eigenlijk net te lang door, want ik had de hele dag, heb ik eigenlijk gewerkt aan kantoor en heel veel kleding verkocht en dat soort dingen. En toen gingen we, op dinsdagavond doen we nog een beetje nuttige dingen in huis, want dan begint onze avond altijd lekker vroeg. Dus toen gingen we door, zeiden we oké, we gaan nog even van 7 tot 8, nog even wat doen, maar uiteindelijk ging ik tot 9:15. Kwart voor 7 tot 9:15. 2 uur lang helemaal in de focus. Heb ik de hele kast boven gedaan. Alles eruit gehaald. 1 voor 1 hoor. Alles schoongemaakt en alles helemaal opnieuw ingedeeld. Dus dat zal ik jullie zo even laten zien. Het is 4:15. Ik ga nu pas naar de sportschool. Zie ik irritant. Want we moeten... Ik zou koken. Ik zou de vaatwasser doen. Ik heb het allemaal niet gedaan. Maar ja. Dus... Maar ik wil dan nu naar de sportschool. Gewoon zodra ik bezig ben, kan ik niet stoppen. Ik laat het ook een beetje netjes achterlaten. Dus alles ligt er al helemaal ingepakt per pakket en zo. En echt niet op mijn Insta kijken, want dan ga ik weer al die berichten beantwoorden. En het gaat super goed te verkopen. Maar het is zoveel werk. Ik ben er letterlijk de hele dag mee bezig geweest. Ik ben helemaal vol. Dus ik ga nu lekker naar de gym. Okay, ik heb lekker gesport. Ik was helemaal kapot. Toen hebben we heerlijk courgette spaghetti. Zeg maar, ik had courgette spaghetti. Courgette pasta. Het lijkt niet echt te passen met pesto en kip. Heel lekker. En een soort van proteïne groentesoepje. En ik ben natuurlijk ondertussen bezig met sieraden verkopen. Ik heb ook een paar dingen aan mijn eigen collectie toegevoegd. En ik heb net dit allemaal hierin gedaan. En dit ben ik aan het sorteren. Dit is dan, weet ik nog even niet waar ik het kwijt moet. Maar al deze laadjes kan ik gaan indelen. Ja, het is hier nu nog een beetje een troepje. Maar goed, de kast zou ik dus nog aan jullie laten zien. Hier is op zich nog wel wat ruimte. Hier liggen horloges, zonnebrillen die ik dan wat vaker gebruik. Haarclips. Zonnebrillen die ik minder vaak gebruik. Allemaal scrunchies. En zoals je ziet is er nog allemaal ruimte voor andere spullen. Hier liggen wat random dingen. En de strijkbout, nagellak, nagelspullen, wat elektronische dingen. Dit is een klein beetje van alles en nog wat. Hier is ook nog lekker heel veel ruimte. Hier liggen kleine haarelastiekjes, feun, steltong, wat ik eigenlijk nooit gebruik. Haarbanden. Hier komen dan make-up of beauty tasjes. Ik hoorde nog meer te hebben, maar er komt nog veel meer tevoorschijn, denk ik. Zonnebrilhoesjes komt ook nog meer tevoorschijn als ik mijn kantoor opruim. Deze la zit extreem vol. Dit zijn dus allemaal nieuwe beauty producten. Heel veel dat ik heb gekregen, maar ook zelf gekocht. Dit zijn vooral allemaal gezichtsreiniging of gezichtsspullen. Hier beauty voor je lichaam. Hier zitten allemaal gezichtsmaskertjes en erop ligt dit, omdat het niet meer past. Allemaal minis. Wat voorraad van mijn eigen deo, mijn Olaplex, mijn Embryolisse, mascara's, droog shampoo, haarspray, zilver shampoo. Dus deze la zit super vol, maar ik wil het wel gewoon ordenen per categorie en het moet ook gewoon steeds meer op. Dus ik kan ook wat van die spullen daar gaan leggen, maar dan is het niet meer geordend. En het is echt helemaal gesorteerd. Hier ligt mijn voorraad lenzen en heel veel lenzendoosjes. Dan daarop tampons, wat oordopjes, zo'n la voor als je ziek bent. Daar kom ik ook nog wel meer van tegen, denk ik. Pleisters, scheermesjes, voorraad, tampons, paracetamol en zo. Super veel tandpasta. Hier allemaal voorraad van gezondheidsproductdingen, lenzenvloeistof. Scheermesjes, gewoon harstrips, allemaal dat soort dingetjes. En als laatste heb ik hier dan gebruikte kwasten. Ja, pincet, slijpertjes voor potloden. Lippenvetjes moeten nog in een bakje, had ik niet. Lipgloss, lipgloss, lippenstift, lippenstift, allemaal. Maskertjes die al open zijn. Haarachtige producten zoals sprays. Het is allemaal zonneproducten. Gebruikte... make-up paletten en poeders. Gebruik de andere soort make-up dingen die nog goed zijn. Dit zijn een soort van random minis die al open zijn. En dit is echt zo'n la van, heb ik nog eventjes bewaard. Maar als ik dit niet ga opmaken, moet het uiteindelijk eigenlijk weg. Beetje beauty producten die ik eigenlijk niet echt gebruik. Dus, maar het valt mee hoeveel dat is. En dat is dan al de hele kast. Dus nog twijfelen of we hier misschien die tv zetten van mij op Muiden. Maar ik vind dit ook wel heel mooi. Ik vind deze niet heel mooi trouwens. Maar wel heel lekker als je het helemaal kan vullen. Maar aan de andere kant denk ik, ja. Je kan natuurlijk ook die spullen minimaliseren. En dit hele grote ding misschien wegdoen. Maar en het gewoon zo houden. En eventueel wat je wat minder vaak gebruikt dan hier leggen. Weet je wel. Maar daar kijk ik nog even naar. Dus dit is het. Howdy ho. Ik ben over 3 minuten bij Lot. Doe ik hier naar links? Ja. Dan gaan we meteen lekker lunchen. Dit is de tweede keer dat ik... Geus en Gorgels, hou je mond. De tweede keer dat ik hier ben. De laatste keer was de verjaardag. We hebben elkaar echt een mens lang niet gezien. Heel gezellig en het is super lekker weer. Volgens mij hebben wij eigenlijk altijd lekker weer als we afspreken. Bijna altijd. En dan gaan we lekker Den Bosch in. Ik hoop dat we lekker op de fiets gaan of zo. Weet ik eigenlijk niet. Heerlijk. Oh, wat lekker weer. Zin in. Ik ben er bijna. Hallo. Ik denk sowieso denken mensen dat wij ruzie hadden of zo, denk ik. Want we hebben elkaar zo lang niet gezien. Ja, ik heb ook wel eens vragen hoor. Van... Ja, snap ik. Ja, ik niet, omdat ik sowieso niet zoveel afspreek met mensen. Nee, maar ik... ja, weet je, als je gewoon verder uit elkaar woont en je hebt het allemaal druk gehad. Ik bedoel, jij
ja. Uur wat rustiger dan, maar je had het natuurlijk echt kei druk. En ja, je woont dan toch net wat verder uit elkaar, dus je kan dan niet gewoon even samen een ijsje halen. Ja. Ja. Dat moet je dan echt plannen. Dat is echt zo. Maar nu kan het weer. Nee, maar we hadden wel veel afspraken die niet door konden gaan. Klopt, ja. We hebben allebei een paar keer afgezet. Ja. Precies. Oude camera weer, hij is weer stuk. Oh. We zijn op zoek naar Flying Tiger. Ik zie het. Durf jij hier in zo te vloggen of heb je iets van deze nieuwe stad? Ik nee, hier dat... juist. Ja? Ja. Oh. Ben je nog steeds schor? Ja, wel een beetje. Ja. Ik heb zoek naar Flying Tiger, want Lot wil die bril halen die we toen hadden. Ik denk... Ja, het is er niet. Oh ja. Het is er niet. En ik wil nog even een pot halen. No. Hetzelfde. Order. Ja, daarom is het altijd een beetje heftig, maar wel leuk. De koffie werd aan tafel door die ingemelkt. Tonijn. Wel echt een aparte tent. Grappig. Ja, ik vind het wel leuk. Super healthy. Oh, dit is yoga beats, denk ik. Ja. Deze ziet er een beetje uit als een Halloweenie. Een Halloween? Echt zo niet mooie, maar... Ja. Bubble tea met sushi. Ik heb altijd dit dopje in mijn hand. Ja. Best wel vroeg. Altijd, nog steeds. Oh, jij wil proeven? Ah, ik heb lippen gelost. Ik heb ook lippen gelost. Lippenstift. Zal ik jou filmen met jouw camera als jij proeft? Oh, grappig. Is lekker? Nou, hij is echt niet zoet, wat ik dus wilde, maar... Wil je het opnieuw vertellen? Iedereen kijkt een beetje als wij proeven. Ja. Zie ik ook. Nou en? Gewoon... lekker sushi in je thee. Nou, ik snap eigenlijk echt niet dat ik dit zo lekker vind, die vieze gelei. Moet je eens proeven. Ik vind het heerlijk, maar... Maar wat vind je er lekker aan? En wat precies? Want ik zie allemaal verschillende stukjes. Dus lychee? Maar dat is gewoon pure lychee. Mm-hmm. Gelei? Jelly, ja, heerlijk. Is dat met varkensbotten gemaakt? Gelatine? Misschien met agar? Ik weet het niet. Ik en weet het zelfs niet. Maar dan met oeteldoon smaak. Lijkt het mensen op. Heb je die genomen? Ja, dat steekt deze voor mij erin. Heb je dat gedaan? Een soort multivruchten smaak. Oh. Dat lijkt een beetje op van die Amerikaanse maisjes, weet je wel? Ja? En dit is dan nee. Tapioca, dat is die vieze jelly wat jij niet lekker vindt. Maar ze is echt niet zoet. Proef maar, je proeft echt thee met een beetje... Oké, ik ga ook proeven. Het is niet... Oeh, het wijs. Vind je echt we hebben altijd dezelfde vlogbeelden. Ik ga dit niet vloggen. Kijk maar naar Lottes vlog. Mogelijk dat we allebei vloggen, maar oké. Okay. Ja. Scheid hebben. Ik zeg net... eigenlijk moet ik dan ook een knotje doen, vind ik. Of niet? Ik zeg net tegen Lotte van... Ah, oh, jammer dat ik eigenlijk niet echt honger heb. Anders had ik een haring gehaald. Ze zegt, je moet nu een haring kopen en een TikTok maken. Oké. Okay. En Lotte denkt dat dat heel leuk is op TikTok. Ik vind het gewoon leuk om jouw haring te zien. Oké. Okay. Maar we moeten dan wel even goed steetje. Heel die haring ziet er zo goor uit. Nu. Ja, het is ook gewoon een dode vis. Eeuw. Dat vind ik echt heel vies dat je dat zegt. Sorry. Het is... Geen dode vis. Waarom blijft het niet zo goed staan? Ja, heb ik zoveel servetten. En ook een haarborstel op tafel. Vies meisje. Een leuke tip. Ja, met die man. Ja. Dat vind ik grappig. En dan moet je mij af en toe er even uitknippen. Waarom? Omdat ik niks leuks zeg. Het is ook wel juist leuk om niet te bewegen. Niet hier tegen elkaar. Ja. Kom hier wonen. Ja, oké. Okay. Ik heb nog wel een kamertje over. Heerlijk. Oh, dit wil ik in de zomer. Echt? Hoi. We gaan het Sint Janshuis in om te kijken waar die mooie muziek vandaan komt. Als ik met Lotte ben, voel ik me altijd net weer een puber. De deur is dicht. Pardon, er komen jongens aan. Hey, kunnen jullie er helpen? Nee. Het lukt er niet. Ik kan het wel zelf. Oh. Oh nee, ik dacht dat ze terugkwamen. Nee. Oh, het gaat beginnen te stormen. Ga jij in die boom slapen? Stormen. Ja, maar ik kan nergens vast. Oh, zullen we doen dat jij op mijn rug gaat en dan gaan we het filmen, ja. Oké. Okay. Oké, okay, dat vind ik echt heel grappig. Okay. Ik ga het vloggen. Oh. Kijk deze camera, jongen. Maar als ik deze camera ook molde, dan zijn al mijn camera's stuk. Early. Zeggen ze in Den Bosch ook HDP? Nee. Ken je dat? Ja. Oh.
is zo koud hier. Ja, het waait ook alleen hier. Ja, wat wil je dat ik doe? Je moet op mijn rug. Oké. Vanaf welke kant? Moet ik er nu op zitten? Ik heb geen schoenen aan. Hoe moet dat ook weer op iemand rug? Ja. Nee, je niet gaan zitten. Je moet gaan klimmen in de boom. Oh! Maar ik heb een ijsje voor. Hoe doe je op mijn handen? Ja. Gozer. Ja. Als ik dan val, dan schiet dat ijsje helemaal in mijn make. Je mag vloeibaar, dan kan je niet stikken. Nee. Tegen tijd dat je bijna stikt, is het nog eens goed. Waarom maakt het hier zo? Ja. Waarom ga je los? Deze kant. Maar doe ik je dan geen pijn? Ik denk veel. Moet er meer op je schouders staan? Ik denk het. Ik heb geen schoenen aan. Dat maakt me ook leuk. Dit goed. Nee, ik doe je dan toch pijn? Nee, ik kan veel meer kilo vinden. Wacht even dan. Ik ga nu, ja? Oh, hond. Nee. Ben je er al bijna? En nu dan? Ben je er al bijna? Wat je wilde was een ijsje. Is het gelukt? Wat? In de boom klimmen? Nee. Kijk hoe cutie dit is. Free spawn. Ik wil dit, maar we willen geen 10 euro betalen voor een tang. Nee. Gaan we het nu echt weg doen? Kokos? Nee, ja, geen koemelk. Je hebt haver. Ik heb havermelk. Altijd. Ja. Lilo, ken jij mij nog? Nee hè? Dat dacht ik al. Bolly, ken jij mij nog? Bolly? Ik ben het. Je maat. Hoi. Ik heb een jas voor jou van jou wilde dragen. Ik heb geen panty aan vandaag. Yay. Oh, hij zoomt in ineens. Oh. Doggies. Oh. Volgens mij kent Bolly me niet meer. Ken je Charlotte niet meer? Hoi, oh, jij wel, hè, Lilo? Oh, nee. Ja. Ja, die zijn jullie net uitgelaten hoor. Dat is leuk. Is dat Charlotte? Oh, zo blij. Oh. Hoi, Bolletje. Hi Bolletje. Ja, Bolly kent me niet meer normaal. Word ik 10 minuten onthaald met springen. Ja, nou, ik denk dat je te lang niet bent geweest. Oh, Bolly, it's me. Het is Charlotte. Ik moet over 10 minuten bij de kapper zijn. Hoe ga ik dit eten?
Oké. Okay. Normaal laat ik het nooit vinden, maar dit keer dacht ik, ik wil het. Want ik wil hetzelfde haar als Charlotte. Lotte. Daar gaan we. Over nu al. Oh, die haarlak is chill, vind ik altijd. Ja, en je wordt niet uitkomen of zo, ja. Helemaal klaar voor de sportschool. Ja. Mag je echt kijken? We hebben geen Sophia mee meer nodig. Nee. Voel je nu trots? Ja, ik vind dit wel echt. Echt een verschil, echt hè? Echt een verbetering. Jezus, hè? En jij wilde geen toner doen. En niet feunen. En niet feunen. En een deelfolie. En je hebt alles erop en eraan. Ja, maar wat ik voelde dat ik naar jou moest luisteren. Nu ja, ik ga naar de sportschool nu, hè? Dit is de sportschool, kom. Ja, ik moet. En ik moet zweten. Ik ga heel hard op die steps, moet ik 10 minuten. Nee, je gaat gewoon morgen. En je gaat zorgen dat je vriendje mee uit eten neemt. Bloed, zweet en tranen dit haar. Hoe kan ik dit nou mooi houden in de sportschool? Ik moet echt, ik zit in zo'n goed ritme. Ik weet, ja, clip. Ik ga een clip kopen meteen, ik heb geen clip. Gewoon zo? Ja. Je bent even een paar uur weg en je komt zo thuis. Jeetje, mina. Mijn zin? Beautiful. Ja, echt heel vanaf mooi. Vanaf de achterkant nog even laten zien. Oh, ja. Zien hoe dat valt. Dat is echt zo mooi. Een make-over, joh. Oh, wauw. Nou, ik geloof gewoon helemaal niet dat het nu mijn haar is. Dat is helemaal jammer. Bizar. Had je van tevoren verwacht dat dit het helemaal zo ging worden? Een beetje, ja. Of het in één keer zo lukt, dat weet je nooit. Zo. Oké, mijn haar is dus prachtig gedaan. Daar ga ik straks meer over vertellen. Het was heel spontaan, maar ik wou nog even wat aan jullie laten zien. Wat ik gisteren dus... Ik heb van Lotte telefoonhoesjes gekregen. Ik mocht ze uitzoeken. Ze hadden best wel veel, maar ik vond er maar 4 mooi. Eentje zit op mijn telefoon, maar die andere... is deze, deze en deze. En ik heb niet heel veel gekocht, maar ik had wel wat cutes gekocht. Bij de... Hier is mijn telefoon. Deze was het nog. Tostrana Grana. Precies wat ik nodig had. Want als ik dus een matcha had te maken, heb ik van die kleine rietjes nodig. Dus ging ik ze dus afknippen. Maar hier hadden ze perfect van die gouden rietjes. Prachtig. Die klein zijn. Dus ik was helemaal blij. Net ook zo'n schoonmakertje erbij. Maar die zit ergens los in het tasje. Heel erg leuk. Kijk nou hoe cute. En 3 potjes voor het kruidrekje. Die waren maar 1,34 of zo. Ik heb er 3 genomen. Ze hadden ook nog grijs, maar het vond ik niet mooi. Hele schattige kleurtjes. Even zo'n sticker oppakken of zo. Of je herkent het aan de kleur. Ik wou zo'n mini schepje voor mijn matcha. Deze heb ik niet per se nodig. Maar dat is dan dus deze. En voor Yara vanmorgen moet ik nog even inpakken trouwens. Nog 2 soorten kralen. Misschien is het net te moeilijk voor haar, maar ik dacht... Leuk om samen met haar te doen. Kost 1 euro. Dan nog met van dat elastische, doorzichtige korst. Oh, dit was het echt al. Doe je het zo? En van die wakstruppeltjes. Je kan van dat folie in de kandelaar doen. Maar je kan ook dit erin doen. Het laten smelten. En dan blijf je kaars plakken. Dat was het echt al. Heel weinig voor mijn doen eigenlijk. En deze had Lot laatst nog voor mij gekocht. Maar we hebben elkaar zo lang niet gezien. Omdat die van mij op was. Verder ga ik nu even heel snel pakketjes wegbrengen. Maar mijn haar. Ja, ik zie er nu echt moe en niet opgemaakt uit. Dus dan... Ze heeft het gefeund. Het stort alleen nu best wel snel in. Het is zo mooi gegaan. Het wordt nog wel minder assig. Want die toner is dan nu best wel extra heftig. Ik vind het nu heel raar om te zien dat ik er zo quirky uitzie. Maar het is zo mooi. Ik ben echt nooit blij als ik uit de kapper kom. Dat weten jullie. Maar die toner is nu wat extra heftig. Vooral hier. Daar is best wel poreus. Maar dan moet je juist nu 48 uur zeker niet wassen. En dan wordt het altijd, de eerste keer is altijd best wel grijs. En dat gaat dan daarna weg. Ik ben dus bij de kapper geweest waar ik vorige keer ook ging. Lekker dicht bij mijn huis. En er was een meid. En de eerste keer had ze wel babyluis gegaan. Was ik wel tevreden. Even zo. De tweede keer was het best wel toe verpest. Het waren hele dikke blonde strepen geworden. En toen mocht ik terugkomen. Hij heeft een ander voor me gecorrigeerd. Die heeft de verf best wel kort laten zitten. Daardoor was het een beetje oranje. Ik was echt niet blij. Maar ik dacht, ik ga wel terug. Want ik had vertrouwen. Alleen, ik wist nog niet wanneer. Ik wist in ieder geval dat ik voor mijn verjaardag toch naar de kapper wilde. En dan niet te dicht op mijn verjaardag. Net een beetje ervoor. Dus ik dacht volgende week of zo. En toen stond ik op, was ik best wel moe. Toen dacht ik, ik ga kijken of ze plek hebben. En toen hadden ze plek bij
iemand en ik kende haar niet. Maar ze zag er wel leuk uit. Ik dacht, ik doe het gewoon. En toen bleek dus dat zij een chick is die eigen salons heeft gehad. En zomaar door privé situaties werkt ze nu weer even in loondienst. En ik had zo'n goed gevoel bij haar. Ze dacht zo goed mee. Ze raadde ook een toner aan en meerdere folies. En ze ging dus heel goed meedenken. En uiteindelijk is het resultaat zo prachtig. Je ziet niet eens bijna wat mijn eigen haarkleur is. Het is zo geweldig gedaan. Plus haar haar zat zo mooi. Met een beetje curtain bangs en dan van achter helemaal gepolijst zonder laagjes. Toen zei ik wil eigenlijk jouw kapsel. Dus als het goed is, zijn bijna al mijn lagen er van achter nu uit. Ik zie het nu niet, maar ze heeft het daar laten zien. Valt het heel mooi van achter. En, nou ja, soms doe ik geen toner, dat is weer 20 euro extra. Soms doe ik niet feunen, want dat is weer 20 euro extra. Maar bij haar had ik al het vertrouwen erin. Dus in totaal was ik 138 euro kwijt. Maar echt voor 3,5 uur lang daar zitten. Heel veel folies, ook hier. Ook als ik een staart draag. Gefeund, getoond. Ik vind het dus prachtig, alleen ik zit nu niet in de vibe voor mooi haar. En ze had het heel mooi gedaan, alleen het zakt nu dus wel heel snel uit bij mij, zie je. Deze kant is echt heel stijl nu. Ik ben dus echt heel blij dat ik eindelijk een kapster heb die weet wat ze doet. Gorgeous. Echt heel erg mooi gedaan. En nu ga ik snel naar het postkantoor. Lekker pakketjes weggebracht. We eten eigenlijk tacos, maar we hebben eigenlijk heel veel erbij. Want ik had een beetje te veel eten. Er is nog bloemkoolrijst en nog vlees en nog vis, maar wel allemaal heel lekker gezond. Hey, poesie. Dit is heel lekker in plaats van een taco. Het is 9:15, ik ga nu naar de gym. Ik ben dus gisteren niet geweest. Het is voor het eerst sinds heel lang dat ik niet maandag, woensdag, vrijdag ben gegaan. Maar het zat even niet handig in de planning en ik was echt heel moe. Dus ik ga nu. Heel, dit ziet er echt vies uit. Maar ik heb wel even een lekker snel snackboxje gemaakt met gerookte zalm, komkommer, 2 gekookte eitjes. Hoe noem je dit? Biefstukworst, avocado en surimi sticks. Ja. Voor onderweg. Ik heb het gevoel dat ik een beetje een iets slechtere vlogger ben de laatste deze dagen, maar geen idee waarom. Mijn haar is zo mooi, vind ik. Vinden jullie ook? Ja, ze hebben dus nog even wat nodig voor morgen. Rika had allemaal hele lekkere taarten besteld bij Chris, maar ze zijn super klein. Dus nu ga ik eventjes naar de supermarkt rijden, want ik vind dat helemaal niet vervelend. En ik heb niet te veel gedronken, dus sommigen zijn aan het koken. En degene die tijd hebben om iets te gaan halen, hebben eigenlijk net een drankje te veel op. We zijn er al een tijdje, maar waar moet ik eruit? En ik vind het stiekem altijd wel even lekker. Als je ergens heel lang bent, vind ik het helemaal niet erg om eventjes lekker even frisse neus te halen. Vind ik heerlijk. En zoals jullie waarschijnlijk weten, hou ik echt van de supermarkt. Dit is wel gewoon de Albert Heijn, dus wel saai. Maar ik vind dat dan wel leuk om dat dan even te doen. Hoe mooi zit mijn haar, jongens? Even serieus, vinden jullie het ook? Of overdrijf ik? Ga ik naar de goede kant op? Het is wel echt heel mooi, hè? Want kijk, de blowout gaat er natuurlijk gewoon heel snel uit. Maar de kleur, maar kijk ook hoe prachtig het valt. Dat knippen ook zo'n groot verschil kan maken. Ik moet wel even een beetje wennen aan de korte bang hiervoor. Maar ik sla hem om en dan zie je hem dus eigenlijk al niet. Zo blij mee. We slapen dus bij Rieke en Klim, omdat de dochter van mijn vriend is er dit weekend. En op zondag moet zij zeg maar altijd weer naar huis. Dus morgen begint die verjaardag. En dan zouden we maar een uurtje daar zijn en zouden we alweer richting Zoetermeer moeten. Dus toen zei dus ik al midden lekker de dag ervoor. En de zus van Heel met haar man is er ook al nu. Dus mega gezellig. Dus we hebben een soort Oostenrijk-reunie. Plus de zus van Heel en haar man er dan bij. En zij hebben zo'n chill huis. Ik heb het wel eens gevlogd hier in Veghel. Echt heerlijk. Ik voel me daar altijd gewoon helemaal thuis. Het is zo gezellig. Dus we zijn hier nu al lekker zitten. Een uurtje of 3. En dan gaan we morgen om 3 uur weg. Dus dan zijn we gewoon 24 uur hier. Lekker slapen. Heerlijke slaapkamer. Alles is altijd zo perfect verzorgd. Lekkere drankjes. Echt, I love it om hier te zijn. Super chill. Ja, ik vlog dan niet zoveel, want denk ik, ja, ik voeg dan gewoon niet heel veel toe en ik ben dan gewoon lekker daar aan het moment. Ik ben meer denk ik een alleen vlogger, als ik alleen maar lekker tegen jullie aankletsen. Ja, oké, even op zoek naar taart. Het is nog 4 minuten rijden. Wel grappig, ik ben nu dus echt letterlijk 30 minuten bij Lotte vandaan, best wel dichtbij. Maar ik zou gewoon serieus
Ik logeer niet heel graag, maar hier vind ik het altijd super chill. Maar en natuurlijk, kijk, een groot huis en een lekker bed. Dat is allemaal heel chill. Maar ook gewoon de mens, gewoon in zijn hele familie is de sfeer zo chill. Je wordt altijd... Je kan gewoon doen waar je zin in hebt. De sfeer is altijd goed. Echt, iedereen is vrolijk. Iedereen is aardiger. Er is nooit irritatie. Het is echt een geweldige familie van heel. Zo leuk. Ik vind het ook echt jammer dat ik morgen iedereen maar best wel kort kan zien. Want wij dus vroeg weg moeten. Maar ja, ik voel... Het is echt een warm bad altijd hier. Heerlijk. En oh, de huizen zijn hier ook zo mooi. Nou, nu stop ik weer even met vloggen. Echt verliefd op mijn haar. Ik vind het zo prachtig. Mooi haar. En dan dinsdag krijg ik mooie nagels. En mijn wenkbrauwen. Touch-up binnenkort. En dan zijn die ook helemaal af. En ik voel me helemaal fresh voor de zomer. Lekker met sporten. Heerly de peerly. En ik heb weer mijn zebrabroek aan trouwens. Maar ik heb een zwart shirtje waar ik in werkte voor 35. Eerst hadden we roze blousjes. En toen daarna een zwart shirt. Die heb ik dus hierin gedaan. Het is wel niet een heel mooi shirt. Het is een beetje verlept eigenlijk. Maar zoals jullie weten draag ik vrijwel nooit strakke shirts. En nu dacht ik, doe het gewoon een keer. Nu zit mijn shirt in mijn broek. En dan heb je wel een beetje zo'n... Pas op eentje. Zo'n dubbele... Zo'n rolletje onder aan je buik. Maar dan denk ik, ja, lekker boeiend dat je een rolletje hebt. En zo'n shirt is dus super saai. Maar als je dan leuke kettingjes doet. Ik was voor mijn webshop natuurlijk alles aan het verkopen. Dacht ik, hey, ik pak zelf ook nog wat zilveren kettingjes. Want ik droeg eigenlijk tot kort geleden nooit meer zilver. Dan heb ik zo'n heel leuk XOXO kettingje van mijn webshop. En hier de C. En dat maakt zo'n shirtje dan meteen veel leuker. En lekker ringen. Ik geniet gewoon de laatste tijd meer van weer outfitjes. En het komt omdat ik sport. Heel misschien komt het ook wel door één weer. Maar het lijkt me sterk, want ik heb het pas één keer gehad. Ik heb het overmorgen dus voor de tweede keer. Ik merk wel dat ik iets meer schijt heb. Net als dat hier dan nu zo'n rol in mijn broek zit. Boeit me niet heel veel. Dus wie weet dat het ook misschien daardoor komt. En toch gewoon meteen een ander mens met ander haar, serieus. Maar kijk, heb ik ook voor het eerst sinds tijden weer een keer een BH aan. Ik haat het, maar dat vind ik wel mooier staan. Ringen, hele kleine oorbelletjes. En dan hier een ring van mijn webshop. Hier. Ja, I like. Oké, to the shoppa. Het is echt rot weer vandaag. Nu is zo'n slechte capuchon wel handig die helemaal over je hoofd gaat. Doe ze man. Ja, ik snap wel wat doe ze man is. Nou. En even very slowly. Ja, maar die maker hoort ze alles wat je zegt. Lekker bezig. Ik zag ze op een gegeven moment zo kijken, denk ik. Bijna. We hebben vet goed idee, we gaan een tweede laag maken. Juist een lente kleurtje. Kom maar in deze kleur. Super mooi. Ja, dit is gebruikt. In de mode met onze. Geweldig. Het is dus dit met magere kwark en mango. En hier framboos. Het is heel gezond. En de bodem is pruim, havermeel en kokosolie. Even in de oven 20 minuten. Hij is nog niet hard. Doe je zo. Hallo jongens, dit smelt altijd echt mijn hart. Hier maak je mij zo blij mee. Ik ging in Oostenrijk toch heel vaak in bad met bruisballen. En toen hadden Rick en Kim dus deze kamer voor ons drietjes. En dan was het dus voor mij, want ze weten dat ik daar zo van hou, een bruisbal klaargelegd. Ik ben net heerlijk in bad geweest. Het is hier zo prachtig, dit huis. Dit is dus een vechel, ik heb het wel vaker gevlogd. Het is echt... Prachtig hier. Het is nu een beetje een zooitje door ons, maar niet normaal. Geweldig. Dit huis is ook gewoon echt dream. Kijk dan. Niet normaal. Gisteren had ik dus een smoothievlek op mijn broek. Op mijn panter, op mijn zebra broek. Dus die had ik uitgetrokken. Ik heb gewisseld voor mijn zebra chill. Dus ik heb nu even chill kleren aan. Ga ik even lekker ontbijten opmaken. En dan doe ik daarna nog even wel andere kleren aan. Voor de verjaardag. Maar ja, we zijn dus maar een uurtje bij de verjaardag. De rest ging dus om 7 uur 's ochtends al de Formule 1 of zo kijken. Dus iedereen heeft er al de hele dag op zitten. En jarig is natuurlijk jarig, dus ik ga nu maar eens lekker naar beneden. Want het is al 11:30 en ik heb 4 uur en 40 minuten geslapen. Eén dagje kan ik altijd prima tegen. Alleen meerdere dagen dan, dat trek ik niet. Maar één dag gaat prima. Hoera! Ik heb de pink! Oh! Oh! Wow.
Nou, we hebben heerlijk in het zonnetje gezeten. Ik heb thuis lekker meteen alles eraf gehaald. Zonnebrand opgedaan. Even lekker in het zonnetje gezeten. Lekker matcha lat. Ik had helemaal geen zin aan alcohol. Mijn pigmentvlek echt goed is. We hebben lekker rummikup aan te doen. We hebben lekker, allemaal lekker eten besteld. Bij Toko allemaal lekkere rendang en chicken. En een klein beetje sushi. In het weekend laat ik het best wel los. Dat vind ik veel beter. Dus lekker genieten. En dan ga ik de weekvlog nu afsluiten. Bedankt voor het kijken. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Reactie achter te laten. Te abonneren natuurlijk. Instagram te volgen. TikTok. En de volgende keer weer te kijken. Doei!